Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. In deze video gaan we kijken naar Bitcoin. Moonvember is een beetje aan de trage kant aan het starten. Dogecoin wordt geaccepteerd bij Burger King. Wat gaat Shiba Coin doen? En we gaan een aantal verzoekjes uit de comments doen. Nogmaals, op dinsdag en donderdag behandel ik de verzoekjes uit de comments. En we beginnen met FTX, want jullie zullen ongetwijfeld inmiddels ook mailtjes krijgen vanuit Binance dat je daar geen futures meer kunt traden. Je kunt daar dan dus niet meer met hefboom traden. Er zijn wat reguleringen en Binance moet zich eraan houden. Dus die gaan stoppen met futures trading en andere bepaalde diensten voor Nederland en andere landen. Een hele goede alternatief voor Binance om futures te traden, hefboom effect te gebruiken, is FTX. Je vindt onder in de video vind je mijn link hiervoor. Ook 5% korting op al je trading fees voor de rest van je leven. Dan Squid Game. Het was een enorme hype, maar pas op met deze hype coins. Pas op met die coins. Doe goed je onderzoek voordat je gaat investeren in deze coins. Want dit is namelijk wat er kan gaan gebeuren. Hype, hype, hype. Enorme, enorme pump. En in een keer is 99,99% van de waarde weg. Pas op met dit soort munten. En ja, nogmaals, doe je own research voordat je investeert in een van die munten die je ziet. Die je eigenlijk ziet pumpen, die geen white paper hebben en dat soort dingen. Dus kijk daar goed naar voordat je dat doet. Dan, ook interessant, Burger King gaat gratis cryptocurrency geven met meal purchases. Dus als je voor vanaf $5, vanaf 1 november tot en met 21 november, krijgen Burger King customers in de Verenigde Staten, als ze meer dan $5 uitgeven, gratis crypto. Voornamelijk in Dogecoin, interessante keuze moet ik zeggen. Je kunt ook een hele Bitcoin of Ethereum winnen. Dat kan dus nog wel. En dat doen ze dus in samenwerking met Robinhood. En we weten dat Robinhood flink wat minder crypto winsten heeft gehaald uit hun trading fees de afgelopen weken en maanden, geloof ik. En daarom willen ze denk ik ook Dogecoin promoten, want dat is waar de massa toch vaak op afkomt. Daar kun je wat Dogecoin krijgen. Dan nog even een waarschuwing. Onder in de comments krijgen we steeds meer spammers en scammers. Met dit soort berichten. Stuur me een WhatsAppje. Allemaal spammers en scammers. Ik zal nooit iets van jou vragen. Tenzij je mij iets vraagt. En daarover gesproken. Het is erg druk in de comments. Dus ik kom er gewoon niet meer aan toe om alle vragen te beantwoorden. Mijn excuses daarvoor. Maar goed. Tijd is niet abundant. Dan de grafieken. Nou, we kijken nog steeds naar deze grotere bullflag op de lage timeframes te zien, op de dagelijkse ook te zien. En eigenlijk wat we moeten doen is de dagelijkse downtrend doorbreken. Dus wat we eigenlijk zien in deze consolidatiefase, in dit neerwaartse kanaal, wat kan uitspelen als een bullflag, is een dagelijkse downtrend. En die lijkt hier misschien te willen gaan eindigen. En wat we dus moeten doen is de laatste high hier breken op de 63.027. Komen we daarboven positief, dan hebben we de dagelijkse downtrend gebroken en is de kans ook groot dus dat we een dagelijkse uptrend gaan starten. Het is wat meer bearish als we dus die laatste lows hier verbreken op de 57.977, laten we zeggen $58.000. Als we dat breken, dan hervat, tenminste dan gaat de downtrend door. Dus dat zijn de belangrijkste support- en weerstandpunten op dit moment. En ik heb de rode lijn hier wat hoger dan deze low. En dat is omdat dit een wick is die eigenlijk alleen op Bitstamp te zien is. De rest van de beurzen die zitten rond de 58.000 tot 57.700 ongeveer. Dus dit hou ik dan liever aan als supportpunt. Dus het is eigenlijk vrij simpel voor de daily. Krijgen we een voortzetting van de daily downtrend, hè, dan verwacht ik eigenlijk zoiets. En dat we dan de 50 moving average op de daily gaan opzoeken. En potentieel ook deze laatste high hier op de $53.000. En als we bullish uitbreken, nou ja, de targets, die zie je hierboven. Hele mooie cijfers. Dan op de lage timeframes. Ja, eigenlijk niet zo heel veel spannends. Bitcoin is eigenlijk gewoon nog steeds aan het consolideren. Er was een klein zijwaarts kanaal hier gisteren. Even deze weghalen. Een zijwaarts kanaal hier gisteren. Had een bullflag kunnen zijn en kunnen doorbreken naar boven. Maar die is naar beneden uitgebroken. Dus wij kunnen ook een trade opzetten. Door naar de technische target heeft dat eigenlijk ook flink overschoten richting de golden pocket. En daar bounce het nu vanaf. Dus van de swing low naar de swing high hebben we nu een bounce van de golden pocket. En lijkt de koers eigenlijk te willen doorzetten. Het vormt wel een rising wedge op dit moment. Deze even weg. Een rising wedge. Alleen het volumeprofiel dat past eigenlijk niet helemaal bij. Zie ik nu ook. Het is best hoog volume. En je wil eigenlijk echt
aflopend volume zien. Het kan nog steeds natuurlijk, maar we zien ook regelmatig rising wedges naar boven uitbreken in bullish territorium voor Bitcoin. Maar vooralsnog, ja, dit is toch eigenlijk allemaal een beetje consolidatie van Bitcoin en dat moet gaan uitbreken. En de belangrijkste weerstand is dus die $63.000. Even kijken, dat zit hier zo. He, dus deze highs moeten gaan breken die ik dus net op de daily liet zien. Dan wil je ook leren traden, dan kun je natuurlijk eerst beginnen met de gratis kennismakingscursus. Kost je niks, behalve wat tijd. En je leert een heleboel over wat traden nou eigenlijk is. En ook hier, iemand is aan het rondpionieren, maar nu een stuk gefundeerder. En begrijpt er nu al wat meer van. Dus als je al wat gaat doen met traden, doe gewoon die gratis kennismakingscursus. En als je meer wilt leren, kun je natuurlijk doorgaan met cursus 1. Meer leren, cursus 2. En je kunt ook nog een weekje meekijken in de premium Discord groep, waarbij je meerdere updates over de hele dag heen krijgt van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Dan Ethereum. Eigenlijk is hier dus ook een grotere rising wedge te zien. Ethereum doet ook nog niet zoveel. Daarvoor moeten we echt verder uitbreken voor Ethereum versus de Bitcoin. En hier zien we dus een grotere handle van een grotere kap. En ook hier een bullish pennant in het wit. Ja, eigenlijk zolang we hier binnen spelen is het consolidatie voor Ethereum versus Bitcoin. Ethereum versus de dollar heeft wel een nieuw all-time high gemaakt, maar doet dat eigenlijk veel meer omdat Bitcoin aan het stijgen is. Dus ja, hier nog wel een potentiële rising wedge, maar zoals ik net al zei bij Bitcoin in bullish territorium kunnen deze rising wedges gewoon vrolijk naar boven uitbreken. Het zie je wel een beetje magertjes voor Ethereum, want we hebben dus een nieuwe all-time high gemaakt, kwamen daarmee in price discovery, maar sindsdien doet het eigenlijk niks. En hier op de lage timeframes is het neerwaartse kanaal wel naar boven uitgebroken, maar ook hier, dus heeft een mooie steun gevonden op de bovenkant. Maar ja, weinig volume en het lijkt er ook op dat dit wellicht nog nergens heen zal gaan. Dan de verzoekjes vanuit de comments. Nogmaals, maandag, woensdag, vrijdag worden de verzoekjes van de Crypto Insiders members gedaan. En op de dinsdag en donderdag neem ik de verzoekjes van de comments mee. Dus laat het zeker even weten. Cardano, ja, eigenlijk niet zo heel veel spannend. Nogmaals, de belangrijkste, ik zeg het volgens mij al een paar weken, de belangrijkste weerstand is deze groene balk tussen de 230 en de 225. Als we daarboven kunnen breken, dan kunnen we wat meer vuurwerk zien voor Cardano. Maar in de laatste update zei ik al dat we wellicht richting de daily 200 moving average kunnen gaan. En dat zien we ook. Hè. De koers is eigenlijk hieruit naar beneden gebroken. Heeft gebounced van de 200 daily moving average en de golden pocket regio. En de koers is nu eigenlijk gewoon verder aan het consolideren en niks aan het doen. Behalve zijwaarts bewegen. Wat dat betreft zie ik de koers nog wel een tweede keer dippen richting die golden pocket, richting de 1,82. Om daar iets van een, hier een double bottom te gaan maken voordat het eigenlijk doorgaat naar boven. Ik ben aan het kijken naar een bodemingspatroon. En als dit naar boven uitbreekt is dat ook prima. Dan kun je instappen, stoplossen zonder low en dan kijken wanneer Cardano verder zal gaan. Maar de hype is er nog niet voor Cardano. Maar we zitten op het BTC-paar, zitten we in ieder geval op een sterkere support en we zouden hier zeker een bounce kunnen verwachten. Breekt deze support hier, dan ziet het er wat slechter uit, dan zal Cardano voorlopig ook nog steeds niks gaan doen. Dus dat voor Cardano, dan gaan we kijken naar Coty. En Coty heeft net een nieuwe all-time high gemaakt ook, gisteren of eergisteren. Eerder keek wel naar deze blauwe falling wedge die je hier ziet. Die is inmiddels ook uitgebroken. Heeft ook zijn technische target al gehaald. En wat we nu eigenlijk zien is consolidatie. Het heeft uitgebroken. Heeft een dip terug gehad na support op de 58 cent. En het is nu wel aan het stijgen. Hier zo, dus het zien we aan het stijgen. Maar dat doet het eigenlijk op weinig tot laag volume. Dus ik geloof niet dat we hier meteen een break gaan krijgen. En dat we hier eerst iets meer consolidatie nodig hebben. En dat kan dus in de vorm van een cup en handle. Dus dit wordt de cup. En hier zie je dan een kleine handle. Hoe breed die wordt, dus nog even afwachten. Maar wat de koers in ieder geval moet doen is dus die 68 cent breken. En dan zouden we door kunnen gaan richting de volgende targets. 79 cent en de 93 cent. Shiba Inu. Even kijken. Ship. Dus Shiba, pump, consolidatie, pump. En zit nu ook wederom in consolidatie. En de vraag is, wat kunnen we hier verder verwachten? Dus het is een evenwichtpatroon en die kunnen gewoon naar beide kanten op uitbreken. Als ik kijk naar de wekelijkse, schreeuwt het nog steeds om een
Ja, een flinke, of toch eigenlijk een grotere correctie. Maar vaak zien we dus als er zo'n lange wick ontstaat, dat de koers eerst nog richting de bovenkant van die wick gaat, voordat er een grotere dip komt. En voor SHIB, ja, nogmaals, ik heb het wel eens eerder gezegd, in die pure FOMO is dat wel lastiger. Want dan kan technische analyse soms wel de deur uit. Dat zijn de enige gevallen waarin ik denk, ja, technische analyse werkt minder goed. Maar als we kijken, we maken hier dus een high, low, lower high, higher low, lower high, higher low. En dat is een evenwichtpatroon. En dat gaat op een gegeven moment ook uitbreken. En dat is net als hier eigenlijk. Je hebt gewoon enorme pumpen, dan consolidatie. En in het beste geval breken we dit dus naar boven uit. En dan kijken we naar een technische target van de 12.901. En dit zijn dan de tussentargets, hè, op de 0,00, de 0,0 en de min 0,272 Fibonacci. Dus daar kun je zeker winst nemen. Maar ik zou wat dat betreft gewoon hier wat winst nemen en de rest gewoon op de higher lows je stoploss verhogen, want dan kun je winsten maximaliseren. Want je ziet het ook hier, Cardano, Shiba kan gewoon door blijven gaan. Bij een breakout naar beneden, hè, dus ik verwacht hier eigenlijk nog wel een lower, of sorry, een higher low nog. En dus hier hebben we een low, lower high en ik verwacht hier eigenlijk nog een higher low, de 0,382 op de 6559 ongeveer. Maar als dit dus breekt ook, dan zie ik de koers in ieder geval doorgaan in richting die golden pocket om nu al verdere consolidatie te hebben. Dus ook in dit evenwichtpatroon, zoals altijd, trade de uitbraak naar de kant dat hij gaat op, naar de kant dat hij gaat uitbreken. Dus dat was SHIB. Dus nog even afwachten, consolideren voordat het doorgaat naar boven. Of naar beneden natuurlijk. Dan als laatste XRP. Dus in de eerdere analyses liet ik al weten, hè, dat er een kleine inverse head and shoulders is. Die heeft ook zijn technische target bereikt. Is daarna meteen gaan dumpen. Ik geloof dat Bitcoin toen ook een dump had. En we zagen ook een descending triangle op dat moment. En die heeft ook zijn technische target eigenlijk bereikt hier. En is daarna weer teruggekomen in de grotere symmetrische driehoek. En dat is eigenlijk waar ik voornamelijk naar kijk. XRP, Cardano, een aantal andere grote namen, die zitten gewoon in consolidatie. En het is gewoon afwachten totdat die gaan uitbreken. En als je hier ook naar kijkt, dan zie je eigenlijk ook een beetje de Wall Street cheat sheet erin. Bitcoin, als we Bitcoin erbij pakken, $1000 in begin 2017, $20.000 eind 2017, bear market low op $3200, dan naar de 13.000, $14.000, $4000. Dus je ziet dat evenwichtpatroon. En dit is eigenlijk de fase voordat het verder gaat uitbreken. Je ziet ook, het wordt steeds strak hier en dat moet gaan uitbreken. En ik verwacht ook dat dit eigenlijk naar boven gaat uitbreken. Tenzij er weer slecht nieuws komt vanuit de rechtszaak of iets dergelijks. Maar in eerste instantie kunnen we dus ook kijken hiernaar. Je ziet hier eigenlijk ook een symmetrische driehoek verder ontstaan. De lower highs die zijn er. De higher lows die zijn ook weer in de maak hier. Niet heel mooi vanwege deze uitschieten naar beneden. Maar ja, het is consolidatie. En als we deze lijn naar boven kunnen uitbreken, dan denk ik dat dat een eerste instapmoment zal geven voordat we verdere uitbraak zullen krijgen voor XRP. En in dit geval is het gewoon nog even geduld hebben totdat daar wat mee gebeurt. Goed, dat was het voor deze video. Vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.